Dag allemaal lieve mensen, hier weer een nieuwe video, ditmaal over migraine. Dit naar aanleiding van de uitzending van vanavond van Dokters van Morgen. Ik wil even beginnen met te zeggen dat ik de vorige keer, ik geloof dat het op Radar was, het was in ieder geval met Antoinette van Huizenberg, heb ik een video gemaakt speciaal voor haar over vasten. En die, ja, volgens mij is die niet er doorheen gekomen door de redactie of wat. Ik heb er ook niks meer van gehoord, dus die moeite ga ik niet meer nemen. Dus ik neem hem nu gewoon voor jullie allemaal op. Maak de video ook publiekelijk en openbaar. Ik denk dat we allemaal veel meer aan hebben. Want ja, ik heb zelf ook ongeveer 15 jaar last gehad van clusterhoofdpijn. En ben al een paar jaar vanaf, maar de laatste jaren was het echt heel heftig. En ik herken ook alles uit die uitzending. Je ligt gewoon voor pampers op je bed en je kan helemaal niks. En, want het gaat van je oog naar je voorhoofd, naar je oor, naar je keel, naar je nek. En het gaat maar en het gaat maar en het gaat maar. En aan één kant van je hoofd, ook zo opvallend. Ja, dat is te verklaren. Ik heb al kan verwijzen naar deel 1 van de psoriasis video. Daar vind je wat aanwijzingen aangaande waarom dat nou aan één kant is van je lichaam en niet zozeer aan beide. Wat ik het tegen de migraine toen de tijd, wat ik heb gedaan, als het echt te heftig werd, dan nam ik aspirine met cofeïne. Ja, cofeïne, dat werkte lekker snel. Maar dat hielp niet altijd. Ja, als je er maar genoeg nam, maar ja, de huisdokter zei toen al van kijk uit dat je niet afhankelijk wordt, zoals ze ook al in de uitzending zeiden, dus je begint altijd met een halfje. Ja. En gek genoeg wat ook hielp is het induceren, het opwekken van boeren. Ja, dat moet je kunnen, maar het brengt toch de lymfe op gang kennelijk. Ja, ik kan er ook niks anders van maken, lieve mensen. Maar ja. Hoe heb ik het nou uiteindelijk opgelost? Niet met medicijnen. Ja, hoe dan wel? Ook niet met implantaten. Nee, ook niet. Heel simpel. Gewoon aanpassen van je dieet. Stop met het eten van brood, want in brood zitten gluten. En van gluten maakten ze vroeger lijm, glue. Ik had er ook psoriasis van op mijn hoofd. Ja, dat spul stroopt zich gewoon op. Ik raad je toch aan om ook deel 1 van psoriasis van mijn filmpje te kijken. Want dan snap je een beetje wat ik bedoel. Waarom je lichaamscellen vervuild raken met de dingen die je eet. Ja, ik ben gestopt met brood eten en ik ben klaar. Na 15 jaar in het ongewisse te zitten. En toen ik erachter kwam heb ik ook nog geprobeerd om bijvoorbeeld speldbrood te gaan eten. We hebben hier zo'n hele goede volkoren bakker.
die mij uit wist te leggen van ja, ik was natuurlijk heel benieuwd van wat, hoe zit het nou met speld en waarom, hoe zit dat dan met de gluten? Ja, dat zijn, ze zegt dat het een oergraan, dus dat zijn zwakke gluten. Nou, puntje bepaalt je als je een heel brood opeet en ik heb dat in een paar dagen op. Krijg ik toch weer mijn migraine en cholesterolpijn. Want ja, het zijn misschien zwakke gluten, maar het zijn nog steeds gluten. Nou ja, dus dat was het eigenlijk. Ik zou zeggen, doe je voordeel mee. Ik kan niet voor iedereen even makkelijk zijn om te stoppen met brood eten. Voor mij was het bijna net zo moeilijk als stoppen met roken. Maar goed, ik zie ook andere mensen die het een stuk beter afgaat. Dus het is proberen waard, tenzij je liever aan de medicijnen gaat en de implantaten. Maar goed. Nou, wie weet tot de volgende video. En we zien elkaar. Bye bye.